door Breivik genoemd is, ik noem maar wat, maar in de jaren 30 ook hoogtij vierde. Ja, is dat niet een vervelende... Het vreemde begint al en ik vind het... Hello, this is Paul from thebetalife.com. Political correctness is like a religion. And the Dutch population is probably one of the most indoctrinated populations of Western Europe. Starting from a very young age, Dutch children get indoctrinated with political correctness, consisting of principles such as white guilt, cultural relativism, cultural self-hatred, the idea that tolerance is the highest virtue, the idea that multiculturalism is the road to paradise, and a strong sense of moral superiority. This leads to a very strong moral in-group of members of the religion of political correctness. Those who are outside of their religion, naturally, are not a part of their moral in-group. They are therefore seen as immoral, outcasts, scumbags, etc. As a result of their strong sense of moral superiority, members of the religion of political correctness feel very entitled to treat those outside of their religion, moral in-group, in ways that would otherwise be very rude or even illegal. When in the presence of somebody who falls outside of their religion, members of the religion of political correctness tend to behave in the following manners. They engage in virtue signaling to claim a position of moral superiority. They try to label the opponent. They try to shut the opponent down. And they try to misrepresent the opponent's viewpoint. Members of the religion of political correctness are extremely weak if it comes to actual intellectual substance, so therefore they are very dependent on their group. They do not have the hard power of logic, reason and facts, but they do have the soft power of social rejection and approval, and even of social humiliation. So this is what you're also going to see in this interesting debate between Sid Lucassen and Casper Thomas. The Netherlands is an indoctrinated society. Many aspects of the Dutch society are infected with the religion of political correctness. The legal system, the universities, education, the police department of Amsterdam, and of course the Dutch media. If you fall outside of the religion of political correctness and you dare to enter the snake pit that is the Dutch media, prepare to become the victim of these tactics. And these tactics are usually implemented in a group. Okay, so here we have a debate between Sid Lucassen and Casper Thomas. And Sid Lucassen is one of these very rare Dutch heroes who actually know what's going on in the world today. He has written a book about cultural Marxism, which is available in the Dutch language. And his opponent is Casper Thomas, who is an editor for a weekly news magazine called The Green Amsterdammer. So the ideological camps in this social situation, if it can be called that, are as follows. The discussion leader, Casper Thomas, and the crowd are a part of the moral in-group of the religion of political correctness. And Sid Lucassen is the outcast, so to speak. Okay, here we go. We gaan het hebben over cultuurmarxisme, een begrip dat ik tot voor kort niet zo goed kende, maar wat geloof ik uit een duistere geschiedenis al bekend is. Het komt hierop neer dat volgens rechts-Nederland wordt onze identiteit en de cultuur bedreigd door wat men dan noemt dat cultuurmarxisme, en dat is een soort afkeer van onze westerse verworvenheden. Ja, het is plotseling weer opgedoken en dat leidt tot tal van columns en debatten in de politiek. Niet in het minst omdat Thierry Baudet zich ook achter deze term schuilt. Eerst maar even, wat is het precies, Sid Lucassen? Ja, dank u wel. En mijn naam is Sid Lucassen. Het argument cultuurmarxisme heb ik ten tonele gebracht in mijn boek Avondland en Identiteit. Daar is recent een derde herdruk van gekomen. Dat loopt heel goed, het boek. Fijn. Ja. Wat is precies het cultuurmarxisme? Ja, ik zeg het maar even, want ik mocht het niet hier neerleggen, dus ik noem het even zo. We zijn geen boekenrubriek, is punt. Dat is waar, maar ik noem het toch even. Het cultuurmarxisme, dat gaat er inderdaad om dat links de inzet heeft van de vraag: welke cultuur moet in een land de hegemonie zijn? Welke cultuur moet in een land leidend zijn? En wie bepaalt dat? En dan zien we dus dat in het linkse denken dat gaandeweg de aandacht is verschoven van het aanpakken van economische excessen naar het zuiveren van het denken. We kunnen dus kortweg zeggen dat het cultuurmarxisme het toepassen is van het economische marxistische gelijkheidsideaal op de cultuur. En waar merken we dat dan? Nou, bijvoorbeeld wat de heer Aboutaleb zojuist zei. Ja, ik zie hem heel duidelijk het punt maken. Aanslagen, jihadisme, radicalisering moeten we niet verklaren uit
slachtofferschap, niet uit achtergesteld zijn, niet uit discriminatie, niet uit racisme, dat hij dat punt zo erg moest benadrukken. Waarom is dat nodig? Dat is nodig omdat wij 40 jaar lang een cultuur hebben gehad die steeds maar het slachtofferschap benadrukt, die een instinctieve afkeer heeft van autoriteit, niet kan omgaan met autoriteiten, en die daarnaast zich wil identificeren met de underdog. Dus cultuurmarxisme moeten we niet zien als complotdenken, niet vanuit mensen die in een schuurtje plannen beramen. Nee, het is een denktrend die nodig is om deze, ja, dit schuldgevoel. Hè, dat heeft... So what you can immediately see is that this attractive blonde woman behind Lucassen's back is making funny faces. Whether this is planned by the program makers or not, it is quite inconvenient for Lucassen. The attention of the viewer at home will be drawn towards this woman. Human beings are social animals, so many of the viewers at home who do not know Lucassen will assess how to interpret Lucassen's argument based on the subtle social cues that are displayed by the people around Lucassen. So if a female who is not only a socially accepted member of the moral in-group, but even a high status member of this moral in-group, because she is attractive, makes these type of weird faces behind the back of the strange newcomer, so to speak, the viewer at home will be tricked into believing that Lucassen is very weird. And this woman feels very entitled to behave like this, because Lucassen is an outcast. If another member of the moral in-group would be speaking, she wouldn't behave in that manner, because in that case, it would be considered rude behavior. But Lucassen is not a member of the moral in-group, so then it's okay. Cultuurmarxisme moeten we niet zien als complotdenken, niet vanuit mensen die in een schuurtje plannen beramen. Nee, het is een denktrend die nodig is om deze, ja, dit schuldgevoel, hè, dat heeft Pascal Bruckner ook terecht genoemd, de tirannie van het schuldgevoel, om dat te kunnen verklaren. We kunnen eigenlijk zeggen dat het marxisme in die zin ook een soort geseculariseerde, dus ontkerkelijke versie is van het zelfreflectieve, maar ook het zelfwegcijferen, uiteindelijk het schuldgevoel van de christelijke religie. Nou, ik probeer straks wat dichter toch nog bij die term te komen met wat actuele voorbeelden. Aan tafel zit ook Casper Thomas, publicist bij De Groene Amsterdammer. Je kende de term? Ik kende de term, want deze term heeft een best een lange geschiedenis al. En het is een term die bij wijze van spreken ondergronds een tijd heeft gesudderd en inderdaad nu weer volop in het publieke debat staat. Het is bijvoorbeeld verwant ook met het cultuurbolsjewisme. Dat was een term die in de jaren 30 door de fascisten werd gebruikt om eigenlijk via eenzelfde soort retoriek het ondermijnen van een westerse cultuur te signaleren. De terrorist Anders Breivik verwees in zijn manifest uitgebreid naar het cultuurmarxisme als de grote vijand. Recentelijk nog bijvoorbeeld, we hebben allemaal de beelden gezien van de betogingen in Charlottesville. De witte nationalisten, de supremacisten die daar de Joden zullen ons niet vervangen door de straten met fakkels marcheerden. Ze hebben ook een obsessie met dat cultuurmarxisme. Dus er zit wel degelijk een vorm van complotdenken in. So, as you can see, the opponent immediately tries to label Lucassen as a fascist, a Breivik type, a white supremacist, and so on. He tries to ruin Lucassen's reputation by putting him in the same category as these type of people. He doesn't address the points that Lucassen just made, but instead he uses the labeling tactic. Cultuurmarxisme. Dus er zit wel degelijk een vorm van complotdenken in. Het is eigenlijk ook niet een bestaande ideologie die wordt beleden door een club en zegt wij zijn de cultuurmarxisten en wij gaan dit doen. Het is eigenlijk een soort stok die, kun je zeggen, in rechtse kringen wordt gebruikt om overal te zeggen kijk, dat is wat er mis is in de samenleving en alles proberen terug te voeren op dat ene fictief idee van dat cultuurmarxisme. En wat daar ellendig aan is, is dat het is een heel glibberig begrip. Hè? Want je kunt er alles op een bepaalde manier naar terugredeneren. We hadden net een mooie lijst van voorbeelden van allerlei onderwerpen die op een of andere manier op die paar cultuurmarxisten zijn terug te voeren. Maar eigenlijk, en het woord slachtofferschap viel, en dat is wel aardig, want volgens mij zit het ware slachtofferdenken aan de andere zijde. Want het wordt gezegd, ja, de samenleving wordt aangevallen door die cultuurmarxisten. Wij zijn een slachtoffer, de westerse samenleving is een slachtoffer van de cultuurmarxisten. Dus volgens mij moeten we dat slachtofferdenken in die zin eigenlijk net iets omdraaien. Ja. Even terug nog naar de term zelf, die dus blijkbaar door Breivik genoemd is, ik noem maar wat, maar in de jaren 30 ook hoogtij vierde. Ja, is dat niet een vervelende... Het vreemde begint al. So, as you could see, the discussion leader didn't give Lucassen the chance to respond to the claims made by Thomas. But instead, he tried to have Lucassen do something else than that. In addition, he repeated the labeling done by Thomas as an attempt to put the entire response of Lucassen within the context of the label.
And luckily, Lucassen realizes exactly what's happening. And he calls them out on it. Even terug nog naar de term zelf, die dus blijkbaar in, door Breivik genoemd is, ik noem maar wat, maar in de jaren 30 ook hoogtij vierde. Ja, is dat niet een vervelende... Het vreemde begint al. En ik vind het woord sowieso niet terecht om het meteen aan terrorisme te koppelen. Want sowieso, de linkse cultuurcriticus Frederick Jameson heeft zelf, en die staat bekend overal als Marxist, het boek gepubliceerd, Conversations on Culture Marxism. Daarnaast heeft Dirk-Jan Epping al in 2001 geschreven voor de Wall Street Journal over cultuurmarxisme. Nou, Breivik die zat toen nog op de basisschool. Dus echt belachelijke vergelijkingen. Daar wil ik verder van mij werpen als volksvertegenwoordiger. Ik ben volksvertegenwoordiger. Ik weiger met een terrorist vergeleken te worden. Je heeft geen idee of er een consequenties op. Niemand vergelijkt jou met een terrorist. Maar we plaatsen even de context van het begrip. We doen niet. Kijk, dat is het rare. We doen alsof dit begrip nu plotseling is toegevoegd aan het Nederlands debatspectrum. Maar het is een begrip met een geschiedenis, met een context. Het duikt op verschillende plekken. Kijk, ik ben een journalist. Dat is mijn taak. Jij bent volksvertegenwoordiger. Wat ik doe, ik ga deze mensen interviewen. Ik sprak kort voor die betoging in Charlottesville, die ik net al even noemde, met iemand van de alt-right. Dat is een extreemrechtse Amerikaanse beweging die ook heilig gelooft in dat cultuurmarxistisch complot. Ik interviewde die man omdat ik achter zijn denkbeelden wilde komen. En ook voor hem werd ik inderdaad om de oren geslagen met de plaag van het cultuurmarxisme. Die linkse mensen die hebben de multiculturele samenleving opgetuigd. Ze hebben het feminisme uitgevonden. Allemaal om ons welzijn te ondermijnen. 3 dagen later zag ik inderdaad die man terug op televisie in die extreemrechtse betoging. Dus we kunnen wel doen alsof het een contextloos begrip is dat toevallig nu hier een keer in Nederland aan tafel zit. Maar er is een degelijke maatschappelijke historische context en die ziet, kunnen we niet vergeten. Dan moeten we dus ook zeggen dat Dirk-Jan Epping en Frederick Jameson extremisten zijn. Ja, die zitten hier niet, De antropoloog Jonathan Spencer, die in de jaren 90 al in zijn bekende encyclopedie over sociologie. Maar meneer Lucas, ik wil reageren terecht op dat u zelf een boek hebt geschreven. Ja, u hoeft niet voortdurend te verwijzen. Daar wil ik graag op reageren, ja. I have the impression that this guy knew what he was getting himself into before he came here. So what you could immediately see is that Lucassen mentions actual facts. The term cultural Marxism is not just used by fascists because there are also normal writers who have written about it. And therefore the claim that it is only a term used by fascists is incorrect. What the other guy does is simply saying that it is a conspiracy theory for fascists, but he is not able to elaborate why this is the case. He doesn't actually address the things that Lucassen just said. Ja, u hoeft niet voortdurend te verwijzen, daar wil ik graag op reageren, ja. Want dat is een onterechte term. Sterker nog, het hele begin van het cultuurmarxisme is gelegd door Antonio Gramsci. Waarom? Hij zag precies in dat zo'n bolsjewistische revolutie, zoals in Rusland geschieden, dat dat niet kon lukken in West-Europa. Het was een Italiaanse communist. He certainly knows what he's doing. If you go talk to these PC theocrats, you do not let them interrupt you. Because then you're done. Nice. Lukken in West-Europa. Het was een Italiaanse communist. En hij zag ook in, ja, we zijn goed georganiseerd. We hebben de vakbonden in handen. We kunnen het hele land lam leggen met die stakingen. Maar wat zag hij gebeuren? Dat juist de arbeiders die die revolutie hadden moeten maken, die begonnen Mussolini te stemmen. Want die wilden niet dat het land lam gelegd werd. Die wilde juist dat de orde hersteld werd. Nou, Gramsci ging in de gevangenis. En toen keerde hij zich bewust af van Lenin. Hij zegt, ja, Lenin, hoe jij een revolutie wil bewerken, dat is niet hoe het gaat in het Westen. Wat wij nodig hebben is het doorbreken van het valse bewustzijn. En mensen blijven kennelijk zitten in een vals bewustzijn. Ze zijn gevangen door hiërarchische ideeën. We moeten niet meer praten over arbeiders tegen het bezit. Niet meer over proletariërs. Nee, we moeten praten over ondergeschikten. En dus de plaats die mensen innemen in de hiërarchie van een cultuur. En dan zijn we dichter bij het cultuurmarxisme. Ja, exact, precies. Want Gramsci die zei dus juist, zoals die bolsjewisten het doen, zo kan het helemaal niet in West-Europa. We moeten niet meer met economie bezig gaan. We moeten ons richten op cultuur. We moeten stap voor stap proberen die culturele instituties in te komen. Nou, André Lauwe, die u noemde, die is burgemeester Rotterdam geweest, heeft bloemen gelegd. Oh ja, op het graf van Mao. Nou, kan je zeggen, is dat ook niet dan een verband met... Maar dat is al een tijd lang geleden. Ja, exact. Kijk, maar dus is al die tijd ook doorgewerkt, toch? Dit gaat maar door. Is Aboutaleb dus in staat om te zeggen, we moeten niet kijken naar slachtofferschap, niet kijken naar racisme, niet kijken naar discriminatie. Nee, omdat dat kennelijk al die tijd lang standaardverklaringen zijn geweest. Mag ik even niet uit de lucht vallen? Ik wil wel heel even die Gramsci er trouwens bij halen. Want die wordt inderdaad dat hele cultuurmarxistisch complot in de schoenen geschoven. Gramsci stierf in de cel omdat inderdaad de rechtbank van Mussolini hem daartoe veroordeeld had. Dus hij was een slachtoffer van de geschiedenis. Zeker nog, hij was een slachtoffer van de meest
donkere periode van de geschiedenis. Dus in plaats van dat we hem nu als een... Als we hem nu als dader gaan wegzetten, dan denk ik dat we die context er absoluut bij moeten hebben. Hè? That isn't even a relevant point. Lucassen simply explained what role Gramsci played in the story of how the ideological movement of cultural Marxism was formed. Whether Gramsci was victimized in his own time isn't even a relevant point to the discussion. Maar goed, laten we naar het verleden laten voor wat het is en overgaan naar het heden. Kijk, dat cultuurmarxisme, nogmaals, er zit niemand met een badge of een button ergens van ik ben een cultuurmarxist. En het is dus een vorm van denken, eigenlijk een label wat constant wordt geplakt. En dat, wat daar mis mee gaat, is dat er dus contextloos, historieloos een begrip in de media hier wordt gelanceerd. We doen er op een bepaalde manier ook eigenlijk zelf aan mee, hè, door hier dit onderwerp nu te bespreken. Daar kun je het ook wel over hebben. Moet je dat op die manier wel doen? Want het is misschien niet hetzelfde als een mooi onderwerp waar links en rechts zomaar over van mening kunnen verschillen. Nou, je moet het misschien doen omdat de term regelmatig opduikt en het handig is om een duiding te geven van in welk kader je dat moet plaatsen. Klopt, maar daarom zit ik hier ook. Ja, ja. Are they discussing left-wing tactics or something? So, as I already mentioned, the discussion leader and Thomas are both members of the religion of political correctness, so they belong to the same moral in-group. What you can see is that this is basically a 2-versus-1 debate. The discussion leader continuously tries to interrupt Lucassen, but does not do the same to Thomas, even though Thomas isn't even addressing the points made by Lucassen. And Lucassen actually is addressing the points made by Thomas. The two of them both agree that the term cultural Marxism represents a threat to their own worldview. But they disagree about what is the right way to deal with this issue. Thomas believes it would have been better to not discuss the term at all, and to just boycott it. And the discussion leader believes it is better to... Nou, je moet het misschien doen omdat de term regelmatig opduikt en het handig is om een duiding te geven van in welk kader je dat moet plaatsen. Klopt, maar daarom zit ik hier ook. Ja, ja. Exactly. Oh no, people are talking about the term cultural Marxism. We have to teach them how to think by showing them in what context they should put the term. Right. And this is actually exactly what he did before he even sat down. We gaan het hebben over cultuurmarxisme, een begrip dat ik tot voor kort niet zo goed kende, maar wat geloof ik uit een duistere geschiedenis al bekend is. This clown is literally explaining the tactic he just implemented himself. This is the Dutch media people. No intellectual substance, all labeling and framing. Dutch people, if you're watching this, this is how your media operates. Here you have it. The discussion leader just said it himself, with his own mouth. Another interesting detail is the following. Listen again to what Thomas said here. Ik weiger met een terrorist vergeleken te worden. Je heeft geen idee wat er consequenties zijn. Niemand vergelijkt jou met een terrorist, maar we plaatsen even de context van een begrip. We doen niet. Kijk, dat is het rare. We doen alsof dit begrip. Instead of using the word I, he used the word we, indicating that he feels like the discussion leader and himself are a we. That's right. They're on the same side ideologically, and Casper knows this unconsciously. Ik wou even naar uw boek. Ja, graag. Ja. Mooi. Wat fijn, dank u. Uw boek heet Avondland en Identiteit. Ja. Ik citeer. De doorsnee vrachtwagenchauffeur kan steeds minder opbieden tegen de stijgende verwachtingen van de steeds hoger opgeleide vrouw en zoekt zijn toevlucht in afspraakjes met vrouwen uit traditionele niet-westerse culturen. Nee, toch zeker. Dus spreekt daar een zekere angst uit? So the labeling game continues. As in any Western European country, the topic of women is a very sensitive topic. There is a reason why this discussion leader selected this particular quote from Lucassen's book. The book has 348 pages, and out of all the available options, he used this particular quote about women. I suspect that the people who prepared this episode behind the scenes have done some clever preparation work and handed this quote over to the discussion leader, for the exact purpose of labeling Lucassen as somebody who is afraid of educated Western women, or something like that. Nee, angst ook een verkeerd frame, zou ik het pluggen. Ik zou eerder zeggen dat juist ook de openheid van de grens, ja, ook mensen in staat stelt om partners uit andere landen te leren kennen. Ik zou zelfs zeggen, we praten de hele dagen over gendergelijkheid en toch vliegen we de wereld kennelijk over om een partner te vinden uit een traditionele cultuur.
Maar hoe komt dat dan? Ik bedoel, wat heeft dat, is dat cultuurmarxisme? Is dat het gevolg van het cultuurmarxisme? Nou, laat ik het zo zeggen. Dus Maarten van Rossum, om maar iemand te noemen, die schreef al in zijn boek De Verenigde Staten in de 20e eeuw uitgebreid over de invloed van de New Left en van de counterculture. Dus daar gaat het om. We kunnen doen of het allemaal complot is. Nee, de New Left heeft significante invloed gehad op het cultuurdebat. De counterculture heeft significante invloed gehad. Dus ook die ideeën zijn ook doorgecijpeld. Ik probeer even naar die vrachtwagenchauffeur. Ja, nou, die zegt dus ook letterlijk. Zeg ja, dus de doorslaggevende kracht van het feminisme is geweest, staat daar geciteerd in de Verenigde Staten, namelijk de counterculture en de aanval van de counterculture op het traditionele gezin. Dat is van doorslaggevende betekenis. En dan, dat gaat over het feminisme? Ja. En daar bent u het mee eens, dat dat schade heeft opgeleverd? Nou, schade. Ik zou inderdaad zeggen dat het moeilijker wordt, maar dat heeft ook met economie te maken, maar deels ook inderdaad met rolpatronen, om het traditionele gezin. Ja, zeker. En het blijkt feminisme heeft het traditionele gezin naar de kloten geholpen en dat is cultuurmarxisme. Nou. The discussion leader is trying to misrepresent Lucassen's viewpoint. So you're saying that feminism messed up the traditional family and that is cultural Marxism. He's trying to put the words in Lucassen's mouth. An interesting point is that this type of demonization based on an opinion on feminism is something that members of the religion of political correctness only do to native European white people. An interesting point of comparison is this Muslim politician, who was recently promoted to the position of mayor of a Dutch city he's never been before. He has said that Muslim youth workers should be allowed to refuse to shake a woman's hand. And this man is more than welcome in any Dutch talk show, because he is a minority. And politically correct theocrats extract their sense of moral superiority and a part of their self-image from the practice of protecting minorities at all costs. So a Muslim who, among many other shockingly dangerous things, has said that Muslims working in a public sector job should be allowed to refuse to shake a woman's hand, doesn't get asked even a single critical question. But a native Dutchman who dares to shed light on a potentially negative consequence of the feminist revolution, for the traditional family, gets demonized for it. This is the double standard that is embedded within the religion of political correctness. Feminisme heeft het traditionele gezin naar de kloten geholpen en dat is cultuurmarxisme. Nou, er is. Ik probeer even te. Er is wel een soort verband tussen genderneutrale opvattingen en het hebben van seks in de relatie. Bijvoorbeeld, genderneutrale opgezinnen hebben minder vaak seks. En bovendien is de seks ook minder bevredigend. Dat blijkt gewoon uit allerlei sociologische onderzoek. Ik heb in Avalanche Identiteit verwezen naar Laurie Gottlieb. Ja, u verwijst. Ja. U verwijst. Ja, dit is wel aardig, want hier zie je hoe dat cultuurmarxistisch denken dus inderdaad overal achter iedere steen schuilt wel een cultuurmarxist die iets heeft gedaan wat. De anticultuurmarxisten, ze hebben ook niet echt een duidelijk label. Dus je bagatelliseert de counterculture. Als u het probleem niet wilt benoemen, als u het fenomeen niet benoemt, kan u ook de oplossingen niet benoemen, toch? Ja, maar dat ga ik nu doen. Want kijk, het volgende is aan de hand. Er is wel degelijk een maatschappelijke onvrede. Er is wel degelijk een conservatieve klacht over de staat van de cultuur. En dat is wat er eigenlijk aan de hand is. En waar verzetten ze zich tegen? Niet zozeer tegen dat cultuurmarxisme. Dat is dus een spookverschijnsel wat ze verzinnen om te zorgen dat ze zich ergens tegen kunnen afzetten. Het is altijd handig om een vijand te hebben. En als ze niet bestaat, is het helemaal handig, want dan kom je hem nooit tegen. Maar wat er niet wordt geaccepteerd, is inderdaad een volstrekt democratisch gelegitimeerd liberaal project dat inderdaad de afgelopen halve eeuw in het Westen heeft plaatsgevonden. Die was voor het gelijkstellen van mensen, het bestrijden van achterstanden. En inderdaad, dat leidde ertoe dat mensen zelfstandig keuzes gingen maken over met wie ze een partnerschap aangingen, hoe ze hun relaties inrichten. En die onvrede daarover, die zie je nu vertaald in een complot, namelijk het cultuurmarxisme. This guy doesn't have any idea what he's talking about. This satisfaction about the freedom to choose a partner. Why is this guy even invited to be the opponent of Lucassen? He hasn't made any good point and is just endlessly repeating it is a conspiracy, it is a conspiracy. But he doesn't know how to elaborate why it is a conspiracy. En daarom gaan mensen klagen dat het traditionele gezin ondermijnd wordt. Ik zou zeggen, waar die anticultuurmarxisten mee bezig zijn, is een poging om vrijheid van het individu, zelfbeschikking, om dat weer een beetje terug dat hokje in te duwen. En dat doen ze aan de hand van het spook van het cultuurmarxisme. As if the left is protecting the freedom of the individual, when they're the ones limiting the freedom of expression, demonizing everyone who doesn't support multiculturalism, that doesn't make any sense. If you're really worried about the equal treatment of women, go complain about Muslim migration and Islamization.
But of course that would be too scary. Speelt daar het racisme ook een rol, of het antiracisme? Dat volgens mij wel, want ik weet niet helemaal... Ik kan niet helemaal uit de voeten met het begrip traditionele cultuur. Ik weet niet... Mag ik even inhaken op het punt over racisme? Misschien wil je dat even voor me uitleggen. Ja, Oké, dan ga ik graag in op het punt van het racisme. Wat je bijvoorbeeld ziet, het gevaar van deze hele cultuurmarxistische denktrend is dat het land wordt versplinterd in steeds kleinere identitaire groepjes, waarbij iedereen zich een minderheid voelt, iedereen voelt zich tekort gedaan. Nu begint bij links de paniek uit te slaan, want ja, denk heeft zich geëmancipeerd. Je hebt de gayservatives, dus al die minderheden kunnen zich ook steeds minder vinden in het frame wit tegen zwart. En wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze radicaliseren in die identiteitspolitiek. Dan ga je niet meer praten over klassebewustzijn, maar ga je praten over kleurbewustzijn, om een voorbeeld te noemen. En dat is? Ja, dat is dus het voorbeeld van microaggressions. Hè? Dat wij in onze interactie, dat wij ons voortdurend bewust moeten zijn, oh, heb ik geen raciale vooroordelen laten doorschemeren, iets wat ik nu gezegd heb, waarmee we onszelf steeds verder gaan censureren. Dat je bijna geen grapje meer kan maken. De angst om voor een racist door te gaan. Exact. En ook heel snel om zo weg te zetten. En dat speelt ook in die Zwarte Piet kwestie wat u betreft. Dat is een voorbeeld. Ja. Dat is een voorbeeld. Ja. Dus ja. Het komt van het gepiepeld voelen eigenlijk. Zo zou je dat ook kunnen zeggen. De mensen die bang zijn voor het cultuurmarxisme, die voelen zich ergens bedreigd. Maar je probeert nou te framen als angst en het psychologiseren. Nou ja, ik heb het idee dat de ervaring is dat er iets wordt afgenomen ergens. Of dat er een bepaalde sociale normen verschuiven. Als jij en dat mensen zich daar ongemakkelijk bij voelen. Als jij op een bibliotheek een poster ziet hangen, en dit is echt zo in de bibliotheek van de Universiteit van Utrecht, daar staat unlearn everything you've learned. Hè? Onleer alles wat je hebt geleerd, want dit is allemaal blanke mannengeschiedenis. Ja, dan gooi je toch ook een heel groot deel van waardevolle historie gooi je toch ook weg. En bovendien, hoe ga je integratie faciliteren? Want... And he's done. This guy has no clue and he knows it. He came here fully unprepared, fully relying on his labeling tactics, fascist, Breivik, white supremacist, and on his friend Mr. Discussion Leader, who will do everything to protect him. Lucassen called him out on the framing every time, didn't allow the Discussion Leader to interrupt him, and now poor little Thomas is all alone. One versus one with this badass who keeps making accurate points. This is how you deal with these type of leftists. People, if you got through their nonsense and their group support, they got nothing. Simply nothing. At De Groene, weekly magazine, Caspar Thomas manages the portfolio of thinkers. Thinkers. So he doesn't know how to form a single logical argument, but he does manage the portfolio of thinkers of some leftist magazine. But it is a leftist news magazine. So yeah. Ja, dan gooi je toch ook een heel groot deel van waardevolle historie gooi je toch ook weg. En bovendien, hoe ga je integratie faciliteren? Want je kan eigenlijk met geen enkele trots meer uitdragen van een zekere cultuurwaarde, een light cultuur waar mensen in kunnen integreren. Je gaat alleen nog maar mensen terugdringen in hun eigen hokjes om op hun eigen wortels terug te grijpen. Zoiets als een ISIS is een voorbeeld van het als los zand uiteenvallen van onze cultuur. Omdat wij kennelijk niet meer met trots en kracht en eigenwaarde mensen kunnen bezielen en begeesteren bij de cultuurgeschiedenis van Europa. Er zijn een paar kernwoorden, ik gebruik eerder al het woord complottheorie. Er zijn een paar woorden waar je op moet letten eigenlijk als er op die manier gedacht wordt. Dat zijn ze. Er is altijd een ze, die is ergens mee bezig. En ook vaak, je mag niet eens meer. Dat is iets wat je ook vaak hoort. Je mag niet eens meer dat. Je mag niet eens meer dat. Je mag prima trots zijn. Je mag het publiceren, maar wat zijn de consequenties? Hè? Worden jouw werkgevers gespamd? Worden jouw klanten aangeschreven? Tuurlijk mag. Je hebt vrijheid om dat te publiceren. Nou, dat is wat mooi. Zijn de sociale repercussies daarvan? Hè? Dat er een soort net van controle over ons wordt uitgespannen. Maar ik heb het idee dat jij juist onderdeel bent van een beweging die graag een net van controle wil uithangen. Want je hebt allerlei opvattingen over hoe mensen moeten leven. Ik heb je boek ook gelezen. Dat is weinig van te merken. Wat had je die opvatting? Ik heb het gelezen en ik dacht... Of het is niet overtuigend genoeg. Ja, misschien dat zou kunnen, maar ik zou toch liever echt over de inhoud praten. Laten we praten over de inhoud van de counterculture. Maar het probleem niet over het framen van dingen als angst en tegenhouden. De counterculture bestond in de jaren 60. We zijn een halve eeuw verder. En wat ik zo jammer vind, is dat er dus mensen van onze leeftijd, onze generatie, dit is het rechtse denken, die voeren een debat alsof ze een halve eeuw terug in de tijd staan. We leven in het nu. Ik zie dat niet als rechtse denken. De generatie achter 60. Maar het is toch mogelijk dat er politieke stromingen zijn die graag
conservatief zijn, die willen dat we misschien zelfs wel 20, 30 jaar teruggaan in bepaalde opvattingen. Dat is mag een legitieme politieke opvatting. Nou, ik vind maar het niet dat eens per se niet conservatief. Ik heb in mijn boek ook zwarte intellectuelen aangehaald. En wat zeggen zij? Wat zeggen zij bijvoorbeeld? En dan Dambisa Shamoyo of een Ellen West of een Ben Carson of een Thomas Sowell. Zwarte intellectuelen in de VS zeggen het ging heel goed met de zwarte, vanwege de burgerrechtenbeweging. Maar ja, toen kwam die linkse counterculture. Leert, u bent eigenlijk slachtoffer van de man. Toen is de verheerlijking van drugs gekomen. De verheerlijking van schooluitval. En toen is het helemaal de verkeerde kant op gegaan. Mensen werden afhankelijk van de staat gemaakt. Nee, uitkeringsafhankelijkheid. Is dat, dat is een humanistisch verheffingsideaal. Dat is niet conservatief. Is dat het gevolg, is dat het gevolg van mensen die cultuurmarxisme bedrijven? Of bedreven? Ja, in ieder geval wel van de counterculture die daaraan vasthangt en van de New Left. Ja. Maar we hebben echt, sinds de counterculture die inderdaad in beweging in de jaren 60 was, is er een heleboel gebeurd in de wereld. Er zijn, ik denk als we het gemiddelde niveau van, van een politieke regering in door de counterculture, waar de counterculture een rol heeft gespeeld in een land waar dat is gebeurd, het zijn voornamelijk conservatieve regeringen geweest. Mm-hmm. Terwijl de Amerikaanse counterculture op straat ging, stemde de bevolking gewoon rustig voor Nixon. Ik bedoel, dus het hele idee van die linkse hegemonie, die overheersing, die is ook in geen enkele politieke empirie gestoeld. Maar nu gaan we terug naar het begin, want juist Gramsci zei, nee, we kunnen de meerderheid niet overtuigen. We moeten ons richten via een lange mars door de instituties. Om een voorbeeld te noemen, Herman Meijer, politicus van GroenLinks, was actief eerst in de homobeweging, maar ook in de CPN, dus de communistische partij. En hij weigerde zichzelf bijvoorbeeld om zichzelf pedofiel te noemen. Hij noemde zichzelf homo, want hij zei, als je pedofilie als term aanvaardt, dan aanvaard je ook leeftijdsgrenzen. En dat, leeftijdsgrenzen van seksualiteit, is een kapitalistische constructie van de burgerlijk nationale cultuur. Hij is een cultuurmarxist. Ja. Ja. Ik raak hier een beetje de draad kwijt van CPN naar pedofilie. Maar goed, ja, maar daarom, omdat het allemaal samen hangt. Kijk, kijk, links verbindt alles met links, met alles. Hè? Dus kapitalisme hangt samen met kolonialisme, hangt samen met industrie, hangt samen met klimaat, hangt samen met militaire interventies. Ja, waarom wordt het allemaal aaneen geschakeld? Juist omdat het vanuit een overkoepelende cultuurmarxistische blik is. Als ik u zo hoor, dan leeft u in een onleefbare samenleving. Dat moet voor u haast niet uit te houden zijn. Nou, het is voor mij redelijk uithouden, maar ik wil er wel op wijzen dat juist de onderkant van de samenleving hier heel veel kwaad van geschiet. Dat zie ik ook in de verkiezingsprogramma's van veel linkse partijen. Die zijn niet meer bezig met het aanpakken van economisch excess. Die zijn bezig met het zuiveren van het denken. Ze zijn bijna weer puriteins aan het worden. Goed, mensen die nog meer willen weten van uw standpunten dienaangaande, verwijs ik graag naar het boek Avondland en Identiteit. Dank u wel. Graag gedaan. Dank u wel. Dit was Buitenhof voor vandaag. Nog een mooie zondag. And Saved by the Bell. It is a shame that the debate didn't go on a bit longer. Anyway, let's list the arguments related to the topic of cultural Marxism made by Thomas and then by Lucassen, and let's see what they got. The things said by Thomas. Number 1. The term cultural Marxist is also used by fascists in the 30s, Anders Breivik and white supremacists in the US. So this point has been addressed by Lucassen and was nothing more than an attempt to label. Number 2. It is not an ideology that's carried out by a group of people identify themselves as cultural Marxists. No, of course not, because it is an underlying ideology. There are also no people calling themselves cultural relativists, but still these people exist. Social justice warriors don't call themselves cultural Marxists either, but they are influenced by the underlying ideology of cultural Marxism. Number 3. The term cultural Marxism is like a stick used by right-wingers to hit left-wingers with and something that every problem can somehow be traced back to. No. If he'd actually done his research or simply would have listened to what Lucassen said, he would know better. And actually not every problem can be traced back to cultural Marxism. Nobody is saying this. Number 4. The victimhood mentality should be turned around because the right wing says that Western civilization is a victim of cultural Marxists. This is a weak statement and quite irrelevant as well. Number 5. He has spoken to somebody from the alt-right and he also believed in the cultural Marxist conspiracy and said that the left-wing people invented the multicultural society and feminism. And later he saw the man on television on an extreme right event. I mean, this is infantile. I saw somebody and he did this and that and then I saw him again. Why isn't he citing actual authors and books like Lucassen is doing? If I can find 3 Jehovah's Witnesses who talk about climate change, then this doesn't mean that climate change is a topic talked about by Jehovah's Witnesses. Number 6. Gramsci is blamed for the conspiracy of cultural Marxism, but he was actually a victim in his own time. As previously said, irrelevant. Number 7. Cultural Marxism is a label devoid of context and historical background.
Apparently he hasn't done any research and he hasn't listened to any of the points made by Lucassen, because the historical background and context were literally explained right in his face. Number 8. It would be better to not talk about cultural Marxism in the media, because it isn't a topic that the left and the right can simply have different opinions about. I don't get why it isn't a topic that the left and the right can simply have different opinions about. Why is this the case? Number 9. According to certain people, behind every stone there is a cultural Marxist hiding. Nothing of substance. Number 10. There are people who have a conservative complaint against the current state of the culture, and they invented the ghost culture of Marxism as an imaginary enemy. In reality, these people are resisting the liberal project of creating equality between people and people being able to make their own choices. These people are trying to revert the freedom of the individual and the right to self-determination. This could be an attempt to misrepresent the viewpoint of the opponent, because it isn't true. Because nobody who's talking about cultural Marxism is trying to revert the freedom of the individual, but he also just might be that uninformed about the material. Number 11. People who are afraid of cultural Marxism are just afraid of something. They have the feeling that something is being taken away from them. Well, yeah, our home environments are gradually but very dramatically changed, and we are gradually but dramatically losing sovereignty as nation states, and the right to self-determination, and the right to freedom of expression, etc. But what's the point of this statement? What's he trying to argue? 12. People talking about the cultural Marxist conspiracy are always talking about a day, and you can't even say this and that anymore these days. Irrelevant and without substance. Who are these people? Who's he citing? Number 13. It is said that young people are engaging in the public debate as if they're living half a century ago. Irrelevant opinion. 14. The idea of a left-wing hegemony is not based on empirical evidence. Weak statement and false, actually. A quick example of a study is the one released by the Adam Smith Institute in the United Kingdom earlier this year. It showed that less than 12% of academia in the United Kingdom support right-wing or conservative political parties. And there are many, many more of such studies all over the Western world. So again, Thomas wasn't prepared for the debate. Okay, Seth Lucassen. Number 1. Within leftist thinking, the attention has been moved from economics to cleansing thinking of the population. This is correct. Hate speech laws, censorship, microaggressions. You just have to listen to the recent debate in the European Parliament about hate speech and populism. Number 2. Cultural Marxism is the application of the idea of economic equality on culture. That's correct. Number 3. Example of cultural Marxism. The fact that it was apparently quite difficult for Abu Talib to explain why terrorism should not be explained by looking at victimhood, oppression, etc. Exactly, because people are very used to believing otherwise these days. Number 4. We should not view cultural Marxism as a conspiracy, but instead as a way of thinking that is needed to continue the feeling of guilt originating from Christianity. Referring to author Pascal Bruckner. Yes, this is true. The underlying reason of why we Westerners are so vulnerable for this sense of guilt about the past is because the concept of guilt has been a part of our collective psychology for many centuries. The Christian original sin. We've abandoned Christianity, but we still have the guilt, which now translates itself in a feeling of guilt about colonialism, slavery, even though we abolished it, and the Crusades, even though that was a defensive campaign. Number 5. Cultural Marxism is not just a term used by fascists, because Frederick Jameson has released the book Conversations on Cultural Marxism and he is not a fascist. Derek Jan Epping has written about cultural Marxism for the Wall Street Journal and he is not a fascist. Yes, this is true. Cultural Marxism is a very normal term talked about by many, many people all across the Western world. Actually, it is a quite complicated concept and most people don't understand it. So mostly high-level intellectuals and academia are talking about it. Number 6. Told the story of Gramsci, which was historically accurate, nothing strange there. And then he gave an example of a person who was ideologically driven by cultural Marxism. Number 7. Former mayor of Rotterdam, André van der Lauw, has put flowers on the grave of Mao Zedong. And that's a great example. Number 8. The new left has had an influence on the culture. Referring to author Maarten van Rossum, who has written about the new left. Yeah, obviously. Number 9. The danger of the cultural Marxist way of thinking is that the country will fragmentize into increasingly small groups of minorities. Yes, this is one of the things that will end up happening. It is quite complicated stuff and it takes a while to elaborate this. You'll basically get a hierarchy of oppression. If you want to know more about this in the English language, Jordan Peterson explains this pretty well.
Number 10. The fear to offend people of color leads to self-censorship. The issues surrounding Black Pete are an example of this. Yep. Number 11. An example. In the library of the University of Utrecht, there is a poster with "Unlearn everything that you've learned," because it is all history written by white men. This leads to throwing away a lot of valuable information. And yes, this is a horrific example of why the University of Utrecht is a leftist hellhole, which it is. 12. We are no longer able to inspire people with our own European cultural history. Absolutely, and this is a huge problem in all of Western Europe. Number 13. People have the freedom to do what they want, but there are social consequences, such as losing your job or clients. This works as a web of social control. Obviously, ex-members of the Party for Freedom have an incredibly hard time to find a job. According to black intellectuals in the US, it was going quite well with the blacks because of the civil rights movement, until the leftist counterculture came to label them as victims. This is indeed what the people he mentioned have said. Number 15. Herman Meyer from Green Left made the long march to the institutions. He was first active in the gay movement and in the Communist Party. He was a pedophile, but refused to call himself that, because he said that calling himself a pedophile would imply that he acknowledges age limits, and he didn't want to do so because age limits of sexuality are a capitalist construct. Yes, and this is what you'll find if you actually take the time to do the research and dig deeper into the material. Number 16. According to the left, capitalism, colonialism, industry, climate damage and military interventions are connected. This is the case because they view the situation from an overarching perspective of cultural Marxism. And the same is the case here, but this stuff is probably too complicated for the Dutch left-wing television, I'm afraid. So if you compare the two guys from a substance perspective, the difference is insane. Here we have a guy who enters the politically correct snake pit, that is the Dutch media, and destroys them intellectually. And here we have a guy who is completely unfamiliar with the material, but he'll gladly show people how to think. And the discussion leader gladly helps him to do so. Nou, je moet het misschien doen omdat de term regelmatig opduikt en het handig is om een duiding te geven van in welk kader je dat moet plaatsen. Klopt, maar daarom zit ik hier ook. Ja, ja. Right. This is how the left operates in Western Europe. This situation is quite a good metaphor for the entire politically correct Dutch establishment. They don't have any intellectual substance or real knowledge, but they'll gladly teach people how to think. So if you forget about all the leftist tactics and the entire social situation that Lucassen ended up in, and just focus on the things said by both participants of this debate, the difference is astonishing. It is not even a fair match. Literally everything said by Lucassen was factually correct, and he actually engaged with the other side. And Thomas, on the other hand, didn't make any good point. Not even one. I'd say that this debate was by far won by Lucassen, so he's the winner of this debate. As a Dutch speaker myself, I'm looking forward to hear more of said Lucassen. This is Paul from debatelove.com. If you like this video, please share it on social media as much as you can. And never stop debating the left on Islam. Thanks for watching and take care.